We zijn hier bij de kano-vijver. Op Ecodroom. Hier Jungle-expeditie, tijdreizen, spinnen, basiskamp, Darwin-avontuur, Potterpool, uitgang, padvinders. Nog allerlei activiteiten die vandaag voor het allerlaatst actief worden uitgevoerd door het medewerker van het Ecodroom. Ik vind het bijzonder treurig dat het Ecodroom dicht gaat. Het is 31 maart vandaag en dat is de laatste dag dat ze actief kunnen zijn vanwege een stop die eruit wordt getrokken door de gemeente Zwolle. Helaas dat een tragische gebeurtenis ook voor de mensen die hier dus zijn en nog steeds willen zijn. En ook veel mensen van scholen en andere geïnteresseerden die graag willen genieten en zich ontwikkelen in de cultuurbeleving. De cultuurbeleving die het Ecodroom zeg maar heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. 15 jaar lang is het park open geweest. En vandaag 31 maart 2012 wordt een stop eruit gehaald vanwege een ernstige subsidiestop. Wat je eigenlijk niet moet hebben met zoiets als dit. In een natuur-educatief park is dit zou gewoon open moeten blijven. En, ja, helaas, wat doe je als je 800 miljoen gaat missen in een periode? Dan moet je iets anders gaan verzinnen. Als dat niet lukt, dan houdt het geen moment ook op. Ja, ik ben hier nog met de kinderen geweest. Zo in Donovan zijn we nog lekker geweest varen. Helaas gaat het niet meer gebeuren. Vandaag was de laatste kans. Dat is niet de tijd helaas. Hier krijgen we allerlei omstandigheden. En vind het erg vervelend. Dus we hebben deze laatste look in het park. Even kijken wat er in de val te doen is en was. Dit zal straks allemaal geschiedenis zijn. De laatste keer een rondje door het park. Allerlei activiteiten. Klim, speel, varen, expeditiereis, jungleavontuur. Dat is allemaal vandaag voor de allerlaatste keer. Zo te zien is een enorme drukte daar bij de roofvogel show. Of wat daar te zien is, weet ik niet eens. Dan gaan we naar even bekijken. En dan wens ik iedereen veel succes met de verdere ontwikkeling van deze tijden die hier ooit mee waren. Nu straks de plaats van mij. Enige ecologische activiteitenpark van Nederland. Dat blijkt dankzij de niet bijdragende subsidies die uiteindelijk doen. Stoppen van de activiteiten van dit fantastische park. Onze meisjes, dit mag niet meer gebeuren. Het moet beter. Dat kan beter. Deur van Marco Buijs van Ecodroom in Zwolle. Tot ziens.